Ik denk toen ik bij Kirkmans ging werken, dacht ik, nou, na 3 jaar bij je eerste werkgever is het een mooie periode om dan weer naar een tweede te gaan. Maar voor mezelf heb ik dat eigenlijk helemaal de afgelopen jaren niet zo ervaren. Leuk is dat je vanuit Kirkman werk je als consultant bij echte grote organisaties. In een jaar tijd kom je makkelijk binnen 5, 6 organisaties binnen, leer daar de cultuur kennen, de dynamiek, noem maar op. Dus je ziet wel heel veel organisaties, kan er ook heel veel in leren, maar je hebt wel een soort thuishonk hier binnen Kirkman, waarin je ook wel weer zelf heel veel ontwikkeling kan meemaken. Een nieuw gedachtegoed creëren. Hetzelfde als wat we nu met Social Enterprise doen. Dat is ook een ontwikkeling die we als organisatie daarin meemaken. Dus je pakt eigenlijk een beetje cherrypicking, best of both, pak je op die manier mee als medewerker bij Kirkman. Wat ik wel heel erg leuk vind is gewoon de variëteit. Dus als je kijkt naar mijn werkweek, dan zit ik weer bij die op een kennismakingsgesprek bij een HR-directeur. Dan weer heb ik een interview om het over inderdaad social enterprise te hebben samen met iemand van de Vrije Universiteit. Vervolgens zit ik bij een van mijn opdrachtgevers gewoon echt advieswerk te doen. Nou, binnen Kirkman zijn we ook veel bezig. Gisteren hadden we bijvoorbeeld nog een sessie op kantoor. Dus die variëteit vind ik heel erg leuk. Dat springt er echt uit. En ja, wat dat betreft niet alleen het werk, maar ook de leuke dingen die we binnen KC doen. Zoals zo meteen hebben we een borrel met elkaar in Utrecht. 3 weken geleden zijn we met het bedrijf een weekend naar Parijs geweest. Dus, nou, ja, dus die sfeer, die persoonlijke sfeer met elkaar, die draagt ook heel erg bij aan. Gewoon een heel goed gevoel.